Dies ist das alte Gebläse der Valère-Orgel. Es wurde von Hand betätigt, wie Sie es hier sehen. Aber ich möchte gerne vorausschicken, dass es nicht das Originalgebläse gewesen ist, der alten gotischen Orgel. Denn die gotische Orgel hatte ja ihr eigenes Gebläse gleich am Instrument selber angebracht. Also 1687, bei der Erweiterung des Instrumentes, wie man es Ihnen bereits erklärt hat, hat also Christopher Eby dieses Doppelgebläse geschaffen hier, das man von Hand also betätigt. Heutzutage natürlich ist die Orgel elektrisch betrieben. Het plaatsje Roche staat een bezienswaardig orgelmuseum en het geeft een goed beeld van de geschiedenis van het orgel. Allerlei onderdelen zijn er te zien. Een zekere Cecibius vond 200 jaar voor Christus het eerste orgel uit. En hij noemde zijn uitvinding Hydraulos. Dat betekent waterorgel. Nou denkt u natuurlijk gelijk bij een waterorgel van al van die spuitende fonteinen die zo leuk op en neer gaan. Maar dit is dus een instrument. En hij noemde dus Hydraulos, omdat in die tijd de aulos een heel bekend instrument was. En denkt u maar gewoon aan de hobo, dan zit u aardig in de buurt. Hij zette een stel van die instrumenten naast elkaar, verbond dat al met een soort klavier. En het enige wat hij dan nog niet had, dat was dan wind. En daar had hij ook wat op gevonden, want daarom heet hij ook Hydraulos. Hij ging die wind verzamelen door waterdruk. En daar had hij een zuigpomp voor nodig. En als ik nu goed pomp, dan krijg ik voldoende druk om die aulos aan te spreken. En let u goed op, want het lijkt ook nog een klein beetje op de hobo. Zoals u ziet, zit ik niet, maar ben ik gaan staan. Want men zegt dat de organist toen niet achter de speeltafel zat, maar dat de organist stond. Het orgel wordt wel de koning der instrumenten genoemd. Niet alleen omdat het het grootste instrument is, maar ook omdat er verschillende pijpen tegelijk kunnen klinken.
En dat doet de organist door middel van een register waarbij hij verschillende pijpen in werking stelt. Zoals wij mensen allemaal verschillend karakter hebben, de een is vrolijk en de ander die moppert elke dag, zo hebben ook alle pijpen een eigen karakter. En dat kunt u zien aan de vorm. De een is konisch en de andere cilindrisch, maar kijkt u zelf maar. En ik zou het u ook even laten horen. En zoals u gehoord hebt, de grotere pijp heeft een lage toon en de hele kleine pijp heeft een hele hoge toon. De pijpen staan op een soort lade, we noemen dat een windlade, en krijgen hun lucht vanuit deze lade omdat er steeds een ventiel wordt geopend. En dat ventiel dat wordt geopend door middel van allerlei verbindingsstukken die vastzitten aan de toets. Albert Schweitzer noemde dit nu een centrale van een spoorwegstation. Toch voor de organisten best makkelijk, want hij kon zo zijn klanken wat voorprogrammeren. Toch was het bij de panfluit wat eenvoudiger, want daar is het begonnen met slechts enkele pijpen die het ontstaan waren van het orgel. In Sion staat niet alleen het oudste orgel, maar gelukkig kunnen wij hier ook het nieuwste orgel bewonderen, want hier vlakbij wordt nog steeds op een ambachtelijke manier het orgel gebouwd.